Dat is wel een heel leuk verhaal. Ja, wij laten er altijd wel toe. Ja, nou, die gamet wel veel bijvoorbeeld. Van je gaan zitten en in de zomer bij een van onze kinderen, weet je, bij de ijssalon en de bakkerij gaan helpen. Want... Wil je nog een eigen kind? Ja, ik zeg nooit, nooit. Ik wil. Als het zou gebeuren, dan zou ik dat nog heel leuk vinden. En nou, die kan ook wel eens stout zijn. Nee, die zit direct te kijken. Bonusvideo van vandaag. We hebben een bonusvideo over ons. Eigenlijk een Q&A met ons. En Eline gaat de vragen stellen. Ja. Want er zijn heel veel vragen op Insta binnengekomen. Ja. Redden jullie het goed zonder Nanny? Ja. Ik vind het wel. We hadden echt een keuze. Leg jij het maar uit. Jij was op zoek in ieder geval weer. De laatste Nanny... Sissy, kennen jullie hem nog wel? Die was natuurlijk gestopt. Die is terug naar de moeder gegaan omdat hij ziek was. En toen ben ik eigenlijk weer gaan zoeken naar een nieuwe nanny. En Jan hoefde het niet meer zo. Die vindt het ook wel fijn om gewoon lekker meer privé thuis te hebben eigenlijk. Ja. Dat zijn eigenlijk de grootste dingen. Dat is toch wel, er is altijd wel iemand in huis. Hoewel Sissy wel echt altijd op de achtergrond was. Ja. En Cheryl daarvoor ook. Ja. Ja. En toen was ik eigenlijk weer op zoek en toen zeiden de kinderen zelf, ja mama, voor ons hoeft het eigenlijk niet meer per se, wij kunnen daar ook wel een keertje oppassen. En, wij vinden het eigenlijk niet meer zo nodig. En toen hebben we er eigenlijk wel over nagedacht en hebben ze wel al een taak gehad, wat ze eerst niet hadden in het huishouden. Dat is ook alleen maar goed voor ze. Ja, daar was wel een beetje gemopper over. Maar ze doen het allemaal wel goed. Ja, ik mis het nu junior, zeg maar junior heeft natuurlijk nu wel even een leeftijd, nu hij 3 is, 3,5. En hij graag naar school wilt en veel aandacht vraagt wel. Dat het wel eens lastig is om te combineren met werk. En dat was eerder natuurlijk makkelijker, want dan was de oppas bij junior en dan kon ik gewoon doorwerken. Dus daar loop ik nog wel een beetje tegenaan, maar het is nog maar een half jaar. En over een half jaar gaat hij naar school en dan kan ik ook tijdens schooltijd heel goed werken. Dus ja, de halfjaartje is dan wel te overzien. Maar ik mis het meer dan dat jij het mist, denk ik. Ik denk dat jij de enige bent die het mist. En misschien junior. Ja, maar lief. Hoe was de relatie gestart? Oeh, dat is wel een heel lang verhaal. Maar het is wel een heel leuk verhaal. We maken er gewoon 2 delen van, joh. Ik kende Sophie al van zien. Want ik zat bij een harmonie en Sophie zat bij een harmonie. En Sophie had verkering. En die kwam wel eens met haar toenmalige vriendje bij de harmonie wel eens luisteren. Bij mijn carnavalsbandje ja, luisteren. Ja, wij gingen ook in dezelfde stad op het uit. Ja, we gingen in dezelfde stad uit. Van zien kende ik haar. En heel toevallig noemde ik haar prinsesje, omdat ze een carnaval een keer als een prinses verkleed was. En ik kan nooit geen namen onthouden. Je komt het al aan een visueel beeld. Ja, dus dat was prinsesje noemde ik er. En de stage lopen op basisschool De Klinkert in Oudenbosch, waar onze kinderen nu zitten. En toen had ze het project Bakkers. En, toen ik woon in Roosendaal natuurlijk. Ik woon in Roosendaal, jij woont inmiddels in Oudenbosch. Ik had de bakkerij in Oudenbosch net. Ja. En ik liep stage in Oudenbosch. En toen kreeg ik een telefoontje van jou. Ja. Want jouw vader had gezegd, je moet daar aan die bakker in Oudenbosch vragen. Ja, daar zit een bakker, dan moet je daar naartoe. Wist ik glad niet dat jij daar was. Toen hadden wij gebeld en toen bleek jij dat te zijn. Ja, en toen kwam ze bakken met de kinderen en toen zijn we verliefd op elkaar geworden. Ik ben niet meer weggegaan. Toen wist je al, Eline. Ja. Wat vind je belangrijk in de opvoeding? Dat iedereen altijd netjes is, dat we voor elkaar klaarstaan. Of, ja, belangrijk in de opvoeding. Ik denk normen en waarden gewoon. Ja. Dat is eigenlijk algemeen. En dan vind ik het ook belangrijker. Ja, ik vind dat ook belangrijker, want ik had het toevallig gisteren met Nout over. Die zei van de vrienden die hier zijn, die zei die kinderen zijn wel heel netjes. Ik zei ja, ik hoop dat jij dat ook bent. Dat wil ik ook. Toen zei hij, ja bij anderen ben ik daar wel op, ben ik daar altijd. Dat is je ook wel netjes al. Dus toen dacht ik, nou ja, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste, dat ze bij een ander netjes zijn en zich aan regels houden en ja. Met zo'n grote mond hebben ze bij ons eigenlijk nooit. Hé Eline, heb je wel zo'n grote mond? Nee. Nee, wat ik ook wel belangrijk vind in de opvoeding is... dat ze wel veel zelf ontdekken, zeg maar. Ze worden heel vrijgelaten.
Ze mogen heel veel en er kan altijd van alles. Je mag blijven eten, je kan blijven slapen, je mag naar een feestje. Alles mag, als je maar aan de regels houdt die er gelden. Dus dan als we zeggen 1 uur thuis, dan moet je ook om 1 uur thuis zijn. En hè, zulke dingen. Ja, onze regels zijn heel belangrijk. Ja, regels zijn gewoon belangrijk. Of je mag niet weg, dan wil ik niet weggaan. Nee, en daaromheen mag eigenlijk wel heel veel, denk ik. En we hebben ook niet dat er echte mobiel verslaven tussen zitten of zo. Dus wij laten altijd wel. Ja, wij laten er altijd wel toe. Ja, nou, die gamet wel veel bijvoorbeeld. Ja, die heeft dan ook wel zijn huis gedaan, zeg maar. Dus ja, en nu wij hier zijn, wilt hij niet gamen. Nee. Dus hij wil wel meer op vakantie. Als hij nou thuis zou blijven, ja, ik blijf thuis want ik wil gamen, dan hebben we een probleem. En dat is niet. Dus we hebben wel heel veel geluk daarmee. Hoe zien jullie je leven als de kinderen straks de deur uit zijn en je de zaak niet meer hebt? Dat is heel makkelijk. Dat duurt nog heel lang. Maar dat weten we al wel. Maar dat weten we al wel een beetje daarvoor. Zijn we nu al een beetje aan het oefenen in Spanje. Ja. Maar wij denken zelf. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk, hè, want het is echt pas over een jaar of 20, 25. Dat wij in de winter in Spanje gaan zitten en in de zomer bij een van onze kinderen. Bij de IJssel en de bakkerij gaan helpen, want de piek zit zo in de zomer. Ook een beetje december, maar dan kunnen we ook al eventjes 2-3 weken terug. Ik denk niet dat we zullen emigreren, want dat zien we hier wel heel veel. Dat zijn mensen die zijn gewoon geëmigreerd en hier gaan wonen. Dat gaan we niet doen, want ja, we hebben ook zoveel kinderen en we krijgen misschien ook nog wel kleinkinderen. En ja, daar willen we natuurlijk ook plezier van hebben. Dus ik denk dat we gewoon altijd gewoon 3 maandjes in de winter hier naartoe gaan en nog een maandje in de zomer zo. Ja. Ja, zoiets. En daarvoor zijn we nou eigenlijk al een beetje aan het oefenen. Kijken of dit wel bij ons past en of we dit leuk vinden. Want als we het niet echt heel leuk vinden, ja. Dan moeten we onze plannen bijstellen. Dan moeten we onze plannen bijstellen. Wat ook wel is, denk ik, kijk, als jongste het huis uit is, als junior het huis uit gaat, dan hebben we waarschijnlijk al kleinkinderen van Merel, zeg maar. Dus ik denk niet dat we ooit in dat gat vallen. Dat is over een jaar of 18. Merel is 17. Nee, over een jaar of 18, dan is al junior, is dat in ieder geval 21, zal hij thuis al uitgaan. Ja. Misschien kunnen ze helemaal geen huizen meer kopen, hè? Kan ook nog. Maar daar zijn we ook voor aan het werk bij de kinderen. Ja. Hoe lang zijn jullie nu al getrouwd en willen jullie er nog een 9e kind bij? Hoe lang zijn wij getrouwd? 1 september 2002. Dus 19 jaar, hè? Ja. 19 jaar getrouwd al. Oeh. Oké. Vond dat een oude mens. Ja, als je 25 jaar getrouwd was. Oh. Even aan het zoeken. En de andere vraag? Wie is voor Sophie? Wil je nog een 9e kind? Ja, ik zeg nooit. Ik wil. Als het zou gebeuren, dan zou ik dat nog heel leuk vinden. En jij? Voor mij mag het. En jij zei van de week ook, ik zou het best wel leuk vinden. We zijn al te oud. Eline zit hier met vragen. Doe de vraag dan. Welke wijze levensles zouden jullie kinderen meegeven? Dat je met, ja, wat ik denk is dat je met doorzettingsvermogen, hard werken en inzet heel ver kan komen. Ja, dat zeg ik dat ook het niet, wel. Het gaat niet vanzelf. Je moet er echt iets voor doen. Je moet zelf de slingers ophangen. In het leven. Het komt niet aangewaaid. Dat lijkt af en toe misschien zo, maar dat is niet. Je moet er echt, wij hebben er ook heel hard voor moeten werken en dat zie je nou misschien niet meer zo. Omdat we dat al heel lang doen. Heel veel en heel hard hebben gewerkt. Dat we het nu misschien al iets rustiger aan doen, omdat we zo'n goed team hebben gebouwd. Dat weten heel veel mensen niet, maar we hebben echt de eerste 15 jaar hebben we echt alleen maar gewerkt. Ja. Ja. We hebben eigenlijk Eline en Merel, waren we er niet zo voor eigenlijk. Toen ze klein waren, niet meer. We hadden echt geen tijd daarvoor. Alleen maar werken, maar dat weten jullie toch niet meer. Nee, maar dat is wel, af en toe komt er wel eens over dat je denkt van, oh nou, die kunnen alles en dingen, maar die eerste jaren, die heb je daar nooit van gezien. Ja, we hebben heel veel geïnvesteerd in de bakkerij en in de mensen. In de mensen, en daardoor hebben we het nu eigenlijk misschien wel goed, een stuk beter. Want we hebben echt allemaal heel veel mensen die al langer dan 10 jaar bij ons werken, hè, en daar is de basis van ons bedrijf. Als we die niet hadden, dan... Nou. Zou het ook niet zo gaan? Hoeveel broers en zussen hebben jullie zelf? Ik heb 1 broer, 2 broertjes en een zusje. En ik heb 1 broertje. Mijn ouders hebben 25 kleinkinderen. Er zijn er wel 8 van ons, dus als die hier niet waren, waren het er 17.
Dat zijn er 25. Dat is altijd wel heel veel als die er allemaal zijn. Het is wel gezellig altijd, hè, Eline? Ja. Ja. Welk kind is het lastigst? Beetje gemeen. Maar... Ja, eigenlijk moeten wij nou opschrijven en dan zo opbouwen. Dan wij allebei misschien heel aan. Ik heb er 2. Ik heb er eigenlijk geen die lastig is. Nee, maar als je dan moet kiezen, dan is ja, Nout die kan ook wel eens stout zijn. Dus als we een telefoontje krijgen van school of van een camping of van wat dan ook, dan is eigenlijk altijd Nout die iets stouts heeft gedaan. En dat zie je in de vlog niet zo terug, denk ik. Maar die zoekt wel altijd het randje op of gaat er net overheen. En Madelief, die is, maar dat is ook haar leeftijd, denk ik. Ja, die is gewoon niet lastig, die is gewoon die is anders. Die druk. Is ja, die heeft gewoon een beetje gebruiksaanwijzing. En als je die kent, als je die kan lezen, die gebruiksaanwijzing, dan is het top. Maar als je die niet kan lezen, ja, dan kan dat wel eens als een bitchy overkomen, denk ik. Oh. Wat vinden jullie het leukst aan elkaar? Nou, ik heb papa pas geleden met Valentijn een heel pot gegeven met dingen die ik leuk vind aan jou. 50 redenen waarom ik jou leuk vind. Maar de voornaamste vind ik wel. Ik vind dat papa een heel leuke papa is, dat hij heel veel met jullie doet. Die is echt nog dat kind in jou, wat jij nog meespeelt en dingen heb ik niet zo, zeg maar. Nou, ik doe dan meer andere dingen met de kinderen, maar dat doe jij heel goed. Dat vind ik heel leuk aan jou. En papa vindt ook altijd alles goed wat ik doe. Ik zeg altijd als jij maar gelukkig bent. Dus, nou ja, dat is... beter kan je toch niet wensen? Oh, lief. Ja. Nou, ik nog. Ja. Papa die dreunt altijd een riedeltje op, maar... Toen bleef het stil. Ja, gewoon... Je bent gewoon de liefste vrouw die ik me kan wensen. Ja. Heb je mij niet altijd lief? Ja. Je zei altijd ja, je hebt ook een beetje... ja. Toch? Ja, maar dat... Nee. Super gelukkig. Nee, we zitten direct te kijken. Bedankt voor het kijken naar deze bonus video van vandaag. Vanmiddag om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe!